Bij de herdenking van de Amerikaanse feestdag Thanksgiving in de Verenigde Staten is de Surinaamse vlag gehezen. Dit is ook gedaan ter herdenking van de 49ste onafhankelijkheidsdag in Suriname. De Flag Rising is ook weer in New York gehouden. Voorafgaand het hijsen van de vlaggen zei de burgemeester van New York, Eric Adams, dat met het hijsen van de vlag de geest van iedereen ook wordt verhoogd met het gevoel. Volunteer, go out and do something for someone. People are hurting in this city and we have an obligation to go out and find what we have and give in some way. Before you sit down and carve into the turkey and the yams and the cornbread, go volunteer somewhere. Take your young children and family members and go out and volunteer. And I want to thank you also. As we deal with turbulent times right now, this community has said to me over and over again, Eric, stay the course. Don't ever give up. Keep fighting forward. So those who believe we are not resilient and we will surrender, they got another thing coming. We never give up. We never give in. We continue to move forward. So congratulations to you. Let's raise the flag. De Surinaamse vlag is samengehezen met de Amerikaanse vlag. De stuurgroep voor de Flag Rising Ceremony zal proberen dat dit een jaarlijks terugkerend karakter krijgt.